Over vaccineren gesproken, is eigenlijk, want daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, is het leger al gevraagd om te helpen? Ja, wij zitten in die zin altijd, als er een beroep op ons wordt gedaan, zullen we altijd helpen. En wat gaat u doen? Nou, waar we nu, zoals we dat eigenlijk ook in het begin van de crisis hebben gedaan, zowel artsen als verpleegkundigen hebben geleverd, die echt een stinkende best ook hebben gedaan, samen in de ziekenhuizen, om ervoor te zorgen dat we de zorgen konden bieden die toen ook nodig was. Maar ook de landelijke patiëntenspreiding. Dat zijn twee militaire planners geweest die conform de NAVO dat eigenlijk hebben ingericht. En we zitten nu ook met VWS aan tafel om te kijken en het RIVM. Om ook als het gaat om de logistieke planning van onder andere, maar ook om andere zaken waar hulp bij nodig is. Maar bij het vaccineren, om daarbij in te zitten, hoeveel mensen gaat u inzetten? Dat hangt helemaal vanaf. Dat is echt als VWS en het RIVM daarom vragen. Maar waar we nu vooral aan tafel zitten, is het hele organiseren. Dus hoe begrijp je nou de logistieke planning? En als het nodig is dat daar hulp nodig is, dan zal daar een verzoek worden ingediend. Maar Hugo de Jonge zei van de week in de Tweede Kamer, ik heb met Defensie afgesproken dat er 1000 militairen klaarstaan om te prikken als dat nodig is. Ja, nee, we staan nu ook klaar als het gaat om de test. Straat, hebben dus ook 1000 militairen stonden ook klaar om te kunnen helpen. Die worden niet allemaal ingezet, want het was gelukkig niet nodig. Want er was gewoon voldoende GGD-personeel ook. En dat is eigenlijk wat we altijd doen. Maar het meest belangrijke nu is zorgen voor dat die logistieke planning en ook het proces gewoon goed op orde is. Daar ligt ook onze kracht. Wij zijn goed in het organiseren, het opzetten. En dan dragen we eigenlijk graag het stokje over. Omdat die organisaties dat dan ook geleerd hebben hoe je dat kunt doen.